of morgen, het is al bijna 12 uur, dus bijna middag. Ik ga vandaag een video opnemen over scheren. Ik scheer namelijk ook voor andere mensen, scheer ik paarden, niet alleen mijn eigen pony scheer ik. En ik had aan jullie gevraagd op Instagram wat jullie graag aan video's zouden zien. Dus ik denk ja, vandaag is de perfecte dag om scheren video te laten zien. Ik heb hier mijn spullen uitgestald. Ik heb best wel veel spullen voor het scheren, onder andere mijn scheerapparaat. En ik ga jullie nu even laten zien wat ik allemaal gebruik. En mijn tips en tricks voor het scheren. Dus dat ga ik nu even laten zien. Nou, als eerste is dit mijn scheerapparaat. Ik heb de S-Club Econome 2. Deze heb ik toen de tijd gekocht op Macrovet volgens mij. Ja, ik heb gewoon ergens een scheerapparaat gekocht. Is niet gesponsord of zo. En ik vind deze heel fijn. Er zit even een hoesje omheen, want hij is naar de slijper geweest. En dan heb ik mijn messen. Ik heb twee messen zetten. Ze zijn eigenlijk allebei hetzelfde. Alleen een klein mes is anders. Dat is voor 1 mm scheren. Maar daar moet je dan ook een groot mes bij hebben voor 1 mm. Die heb ik besteld. Die ga ik vanmiddag ophalen. Alleen die heb ik vandaag niet nodig. Dan gebruik ik de S-Club scheerolie. Het is het beste om gewoon de scheerolie te gebruiken die bij het scheerapparaat hoort. Dus die heb ik eigenlijk altijd standaard. Daar zit altijd standaard een klein, ja, hoe heet dat, vegertje. Daar kun je mee uitvegen. En een schroevendraaier of een soort van platte schroevendraaier. En die gebruik je dus om de messen te vervangen. Nou, dit is dus mijn scheerapparaat. Een blauwe. Ik hou zelf wel van blauw. Even uit de verpakking halen. Dit is mijn scheerapparaat. De messen zitten er nog niet op. En ik vind hem super fijn. Hij is heel fijn in de hand. Hij is niet te zwaar. En hij maakt niet extreem veel lawaai. Hij is best wel... hij scheert gewoon echt heel fijn. Ik raad deze ook echt aan als je een scheerapparaat wil halen. Dit is dus mijn scheerapparaat. Dan heb ik dit kleine bakje. Die heb ik bij de Action gehaald. En dat vind ik wel makkelijk om mijn spulletjes in te doen. Wat ik altijd bij me heb zijn babydoekjes. En ik heb gewoon baby wipes. Een borstel, ook om mijn scheerapparaat mee schoon te maken. Dan nog een extra flesje olie. Ik heb hier wat figuurtjes, maar daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. En een praam, voor het geval dat, je weet maar nooit, is altijd handig om erbij te hebben. Dan heb ik dit, en dit is echt mijn tip. Dit is anti-dust spray. Dit heb ik bij de Action gehaald. En wat hierin zit is gewoon eigenlijk lucht. En als je dus spuit, dan komt die lucht er met... ja, best wel hard uit. En hiermee maak ik mijn scheerapparaat dus schoon. Want je kunt natuurlijk niet met water je scheerapparaat schoonmaken. Dus als je dit gaat spuiten, zeg maar, dan komt er lucht uit met best wel druk. En daarmee kan je alle haren uit je scheerapparaat aan de binnenkant en zo. Want het is best wel lastig om die haren uit je scheerapparaat te krijgen. Nou, daar heb ik twee flesjes van in. Zakdoekjes voor mezelf, want ik kom zelf ook altijd helemaal onder de haren te zitten. Plastic handschoentjes. Ik vind het fijn om deze te gebruiken. Want als je normale handschoenen aandoet. Want ik vind het fijn om handschoenen aan te doen, anders zitten mijn hele handen onder het haar. Als je normale handschoenen aandoet, dan komen die ook helemaal onder het haar. En dat krijg je er bijna niet meer uit. Plastic handschoentjes, daar gaat het zo vanaf. Een schaar voor het geval dat voor de figuurtjes. Of om een olie open te maken. Ja. En dan heb ik colored hairspray. En... ja, ik vind dit dus heel handig om te gebruiken. Ik heb zwart voor hele lichte paarden. En rood voor donkere paarden. Omdat je zwart natuurlijk niet zo heel goed op donkere paarden ziet. Maar die gebruik ik dus voor de figuurtjes. Deze figuurtjes hou ik erbij. Voor als je iemand bijvoorbeeld de kont gewoon behaard wil laten. En dan alleen een figuurtje eruit gesneden wil hebben. Maar dan leg ik deze op de kont. En dan... spuit ik met die spuitbus, spuit ik hier omheen, waardoor je dat figuurtje ziet. En dan kan ik dat allemaal wegscheren. En ik heb een regenpak, omdat ik dan niet helemaal onder het haar zit. Komt sowieso wel wat haar, maar het is altijd beter dan niks. En dan heb ik hier mijn andere figuurtjes. Ik heb hier een kroontje en dan ga ik dus met die spray spuiten. En dan komt dit op de kont te staan. Dan hoef je niet de hele tijd zo'n ding vast te houden. Dus ik heb een kroontje. Ik heb hier twee hartjes. Een kleine en een grote. Sterretje klein en groot. Dan heb ik hier een klavertje 4. Een puzzelstukje. En het hert van vorig jaar. Die is echt het leukste ever.
En ik heb altijd 2 kastonstukken bij me voor het geval dat iemand toch nog iets anders wil. Dan kan ik eventueel nog wat tekenen en dat er nog uitsnijden. Dus ja, dit zijn eigenlijk de spullen die ik gebruik bij het scheren. En ja, dat heb ik allemaal bij me. En nu ga ik even wachten tot de eerste komt met het paard die ik moet scheren. Ik moet er 3 scheren vandaag. Ik ga natuurlijk wel vragen of ik mag filmen bij die paarden. Maar ik probeer zoveel mogelijk jullie mee te nemen en te filmen vandaag. Dus ja, jullie zien wel hoe het gaat. Nou, dit is patiënt nummer 2. Eigenlijk zou dit nummer 1 zijn, maar jij was te laat. Dus ik heb bij hem even de benen geschoren, want Fries hebben vaak last van mok. En ik heb een hartje daar op zijn kont gedaan. Dus ik ga nu dit paardje scheren. Is een beetje vies, dus we kijken wel. Komt vast goed. Ik heb 2 messen zetten, dus komt wel goed. Beentjes zijn ook nog een beetje vies. Ja, even kijken of we met een borstel nog straks wat eraf te krijgen. Dus let's go. Dit is dus voor. En dan zie je straks nog wel wat beelden als zij wat beelden maakt als ik scheer. En dan het eindresultaat natuurlijk. Hè?
valide geworden met een zadeldekje. Echt een leuk kleurtje gekregen. En hier dus een kroontje. Dat is ook heel leuk. Hey. En dit is Romy, die staat er al naast. Eigenwijs Mary. En Romy is gewoon helemaal kaal. Helemaal mooi geworden. Even stiekem achterlangs lopen. Kijk hoe mooi. In het zonnetje is het helemaal zo mooi. Pretty. Dit is Bandit geworden. En Bandit die is echt niet lief met scheren. Verre van. Hij is zelfs gemeen. Ja, ja, ja. Dus we hebben hier, ja, het is misschien niet helemaal 100% netjes geworden. Maar we zijn blij met wat we eraf hebben gekregen, toch? En nog wat stertjes, want bij zijn kont was die wel braaf. Die stertjes zijn wel leuk. Het is echt goed gelukt. En verder ziet hij zo uit. Ja, benen lukte niet. En het is niet heel mooi afgewerkt, want hij was niet braaf. Maar goed, we hebben er wat voor kunnen maken nog. Hè, paard? Ja.